Dit is mijn achterban. Oh oh, oh oh. Dit is mijn voetwiel. Oh oh, oh oh. Dit is mijn achterwiel. Oh oh, oh oh. Oh my god, ik heb een nieuwe auto. Ja, ik was dus naar Milan Knol aan het luisteren. Een van de YouTubers. En nu ga ik naar Imago luisteren. Maar ik ga het even op pauze zetten. Zelfs ik wil copyright claims. Dus ik zeg allemaal welkom jullie op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Wim de Remus. En ik ga je één ding zeggen. Ik ga hier volledig... Excuseer. Schoonmaken. Ik ben al wat... ik heb al een paar dingetjes al gedaan. Maar ik ga er nu wel volle bak aan beginnen. Wat ik sowieso al nu ga doen, ik vind dat het hier al begint goed op te warmen. Voilà, ik heb mijn verwarming uitgezet. Ik ga ook mijn berging licht eruit doen. Ja, dus ik ga hier dus mijn was ook opruimen. Daarna kastje gaat ook opgeruimd worden. Ja. Zo kan je toch een klein beetje naar buiten kijken. En hier... Ja, het zal zo niet komen. Maar vanaf daar begin ik zo schoon te maken helemaal naar voren. Want... Ah nee, ik weet misschien dat ik vannacht kan beginnen. En als ik daar ga beginnen, kan ik wel terug op mijn computer. Kan ik ook kan het hier rustig opdrogen. Slim. Dus ik ga nu beginnen op te ruimen. Want je ziet ook, mijn zetel moet wel leger. Zo wil ik de zilverpapier. Mag ook weg. Ik ga nu geen broodjes smeren of zo. Want ik moet niet gaan werken. Hè. Ik hoop, over werken gesproken, mensen. Ik heb mij ook ingeschreven voor die vaccinatiecentrum van Hasselt. En ik zeg het u, het is iets heel groots wat het gaat worden. Willen jullie zien hoe het eruit ziet? Ik ga sowieso zeggen, als ik daar een copyright claim erop krijg, bijvoorbeeld als ik het online ga zetten, dan knip ik die fragmenten terug ertussenuit. Dus dan wordt mijn vlog kding, iets korter terug. Maar dan sommige kijkers hebben het dan wel gezien. Zo wil ik deze cola ga ik lekker ook al in de koelkast zetten. Dan begin ik het in een keer weer over iets anders. Ik heb eigenlijk niet zoveel in mijn koelkast. Nee, ik heb echt niet zoveel in mijn koelkast. Wil je het eens zien? Voilà, dat is alles wat ik in mijn koelkast heb staan. Niet veel, hè? Ik koop altijd dagelijks eten. En zelfs hier. Wel een rommelkotje, maar hier zit ook niet veel in. En dan is er, ja, misschien komen er ook nog vragen. Zeg, ontbijt je deze 's morgens? Nee. Zelden. Heel, heel, heel. Heel zelden. Dus even eens kijken als ik iets buiten zie, dat er een beweging is. Oh ja, van achter ziet. Daar komt nu juist een aan. Die staat nu bij die witte. Zien jullie het? En dan is hem terug weg. Ziet? Tjoef. Terug achter de huizen in. En zo zat het dus continu. Hè. Echt waar, continu. Op en af. Maar ja, ik ga jullie nu al even laten. Ik ga dus verder opruimen. Mijn was doen en al. En ik ga ook dus naar YouTube Music luisteren. Ik zie jullie allemaal straks terug. De hele nacht door de muziekkans. Dus ik voor jou. Dus ik voor jou. Oké, zelfs heb ik op een hard claim. Nee, en dat wil ik niet. Wel mensen. Het is hier echt schoon geraakt. Ziet dat eens aan. Jullie hebben het filmpje van tevoren gezien. Ja, het fragment van tevoren. En nu erachter. Ik heb mijn best gedaan. Muziek stond ook op.
Ik ga de playlist van Spotify ook nog wat aanvullen. Alleen moet ik nog een klein tafel kunnen afschrijven, zie ik. Dat ben ik vergeten. Oei, 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 oei. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dan nog even op mijn computer bezig zijn. Nog een goede 35 minuutjes. Dan is zij hier. Ik heb mij ook een heerlijke koffie gemaakt. Daar is ook koffie voor haar. Dus ja. Ik zal zeggen, ik geniet ervan. Oei, ik zie toch nog een paar ploesjes. Hebben jullie dat ook altijd? Als jullie wat schoonmaken, dat jullie nog wat ploesjes hebben. Denk het wel. Hè? Ik kan nooit perfect 100% proper zijn, hè mensen? Nee, dat kan niet. En voor dat beetje afwas, dan ga ik ook niet met een hele pommak laten vollopen. Nee, dat doe ik niet. Hier is weer een vrachtwagen die mijn vlog verstoort. Kijk, heel snel zien. Ziet? Ja, hier zijn ze echt heel druk bezig met het werken. Dus ja. Ik zeg het u, de studio is ook nu terug opnieuw klaar. Ik ga het binnenkort toch wel doen hoor. Dus voor de studiogasten te ontvangen, ik ben dat nu al zo lang al aan het zeggen. Maar ja, die coronatijd. Ik ga dan ook nog proberen informatie los te krijgen van die vaccinatiecentrum. Want ik krijg geen reactie terug als ik mij opgeef als vrijwilliger om daar gaan te helpen. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Want ik moet zelfs ook nog belangrijke papieren invullen van de CGG. Centrum Geestelijke Gezondheid. En dat komt wel dan nog wel allemaal wel goed. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Mijn mondmasker mag terug af. Hier in mijn appartement. Want ja, Ope Thuis is weg. Ik ga het zo zeggen. Die van Ope Thuis is, heeft de building verlaten. Deze avond komt pas. Maar ja, het is hier ook goed verlucht. Kijk maar. Mensen, het is hier echt heel goed verlucht. Dus daar kan... ja. Ik ben echt heel veilig. En nu gaat dat gewoon op een kiepje. Oei, tegenbelichting. Dan gaat dat dus nu op een kiepje. Voilà. En we hebben de puzzelmat een klein beetje moeten plooien. Oh, ik dacht dat dat dingen was. Die van Ope Thuis. Mag geen namen noemen. Mag geen namen noemen. Maar... volgende week hebben we terug al een afspraak, de 12e. Moet ik om 5:30 bij de dokter zijn, s'avonds? Jop, dat was zij. En dan om 1:00 heb ik dus ook al een videocall-afspraak met die van Ope Thuis. En daar gaat ook mijn schatje aanwezig zijn. Mijn schatje die gaat zelfs al vertrekken naar haar nieuwe appartement. Ik hoop niet dat mijn koffie koud is. Ja, die is koud. Oh. Te lang laten staan. En, ik kan jullie zeggen, ik heb het ook aan haar laten zien, daar van mijn parking. Ze kunnen daar niks tegen doen. Ze kunnen daar echt niks tegen doen, dus dan blijft mijn auto ook daar staan tot er gebouwd wordt. Punt uit. Dan heb ik daar ook wat zicht op. Maakt niet uit als je daar 13 euro per maand aan betaalt, maar dan heb ik ook mijn plaats. Als er uiteindelijk begint gebouwd te worden of hier zwaar verkeer door moet, dan staat mijn auto terug op de parking. Maar wanneer of hoe of wat dat er dan gaat gebeuren met mijn auto, ik ga die ook, daar ga ik ook even op nadenken hoe ik dat ga beveiligen. Ik denk dat ik daar dan een camera ga zetten die ook permanent zit te filmen. Maar ik ga u één ding zeggen, parking niet gender. Dan gaat er zo'n hele grote kabel naar mijn appartement gelegd worden, dat hier de beelden worden dan opgenomen. En als er geknipt wordt, ja, dan weten we genoeg. Hè. Daar staat ook een alarm dan ook op voor, ja, tegen sabotage. Ik ben het echt aan het uitdokteren, hè, mensen. En mijn papieren van de CGG is ook volledig en correct ingevuld. Samen met haar, die van Ope Thuis. Dus ik ga nog wel een tasje koffie nemen. Ik ga echt nog een tasje koffie nemen. Oh, lekker, 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 lekker. En dan, oh ja.
Zij gaat dan ook nog bellen naar, naar mijn ouders, naar mijn papa, om wat inlichtingen te vragen van hoe of wat. 2, 3, 4 klontjes suiker gaan erin. Bam. Ik kan niet te veel koffie nog drinken, want ik heb echt genoeg. Ik voel een klein beetje naar mijn maag. Ik had eigenlijk ook voor haar koffie gezet, maar ja. Als ze weigert, ja dan weigert ze. Daar geeft zij haar de volste recht voor. En ik heb ook gevraagd wat zij daarvan vond. Dat de ruit was gedaan. Ja, maar dan krijg je dat dan vanaf. Ja, dat is met een speciale stiftje gemaakt. Voilà. Ik moet nog even naar de kleine kamer toe. Wat gaat er dan nog allemaal gebeuren vandaag? Dat weet ik ook nog niet. Ik ga sowieso naar mijn schat haar halen voor je te komen slapen natuurlijk. En voilà, is meer dan genoeg. Of anders was trouwens ik hyperactief en dat wil ik dus ook niet. Oeh, dat is ook lekker warm. Oh. Eens proeven. Dan kan nog één suikertje bij. Voilà, plons, zei dat. Dan weer eens goed roeren. Ah. En dan, we hebben dan ook gesproken over Alice. Dus mijn onderbuurvrouw. We gaan binnenkort eens rond de tafel zitten voor te kijken hoe we de problemen kunnen aankaarten en oplossen. Als jij nog wel wilt. En dan is er ook nog een TikTok hype losgebarsten. Je hebt zoiets nodig. Maar don't try this at home. Ik ga het op de vloer doen. Als ik dan smors, ja, dan kan ik het gewoon afrijven met een dweil. Je pakt dus een glas. Ja, mensen? Een glas. Ik ga eens even kijken. Deze. Ja? Dan vult je die met water. Oh. En dan ga ik mijn houderje halen. Dat ik nog ergens zien staan. Ik ben niet aan het denken, hè. Ja, ik weet al waar. Op mijn slaapkamer. Dacht ik, ja. Dan, ja, de drink challenge. Ik heb nog wat koffie gedronken. Dus pak ik mijn glasje water mee. Voilà. Hup, die zet ik voor jullie neer. Ik ga dat zo doen. Oei, ik moet nog wel iets vinden dat het beter zichtbaar is. Ja. Dan ga ik ook mijn keukenrol meenemen. Waar heb ik die nu weer gezet? Ah, hier. Dames en heren. Voilà. Ja, mondwater. Dus voilà, ik ga je het proberen zo te doen. Maar dan wel op afstand. Voilà. Dus alles te goed klaarzetten hè, voor jullie. Daar staan hè. Yes. Oké. Dus, we gaan het dus proberen. Dus je hebt een... Het gaat maar één keer. Je moet proberen. Dus die glas met water. In één keer op te drinken. Dus gewoon te doen. Ik ga je één ding zeggen. Ik ga even alles wat nat kan worden, ga ik wel even
aan de kant zetten. Voilà. Oké. Here we go. Ik ga het eens proberen. Don't try this at home. Ik kan het niet genoeg zeggen, want het kan ook al gevaarlijk zijn. Dus, ja. Ik ga het eens proberen. Dus je stikt dus die rol toch tot bijna aan de bodem, dus dat mag niet de bodem raken. Oké? Niet na, want het is niet gezond. Ik ga het toch nog eens één keer proberen. Nee, dat gaat maar één keer. Ik ga maar één keer omhoog van het is nu nat. Dus, en ook van binnen. Maar echt, oeh. Ik ga jullie het resultaat laten zien. Doe het alsjeblieft niet na, want het slaat op je longen. Ziet eens hier. Oh. Oh, ik heb toch weer eens een challenge gedaan, voilà. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Ik moet ook naar de wc, dus ja, wow. Ik ben wat draaierig. Ik weet niet als je het ziet aan mijn oren, maar ik ben wat draaierig. Allee, tot zelfs ja, allemaal. Een serieuze gesprek met Open Thuis, Limburg en... En nog wat gechat op de nieuwe Discord. Jawel, de nieuwe Discord. Zit eraan te komen, mensen. Dus nog even geduld. De mods nog altijd niet lastig vallen. En alsjeblieft, valt de mods niet lastig. We zijn ermee bezig. Even geduld. Maar dat gaat één strenge regel zijn. En ja, die ga ik ook aanhouden. Als er iemand wordt gebannen, wordt die ook automatisch in mijn vriendenlijst geblokkeerd. Stel dat die dan nog probeert mee op te zoeken op Messenger of een andere contactenweg via e-mail of zo. Jullie komen zo dan ook op die blokkadelijst te staan. Wij als moderators, wij gaan ook met Excel werken. En daar gaan ook al de nicknamen en de informatie in komen te staan van wie is er nu gebannen en waarvoor zijn ze gebannen. Want dat was soms niet zo 100% duidelijk. Maar nu gaan we dat echt heel duidelijk maken. Dus als er iemand geband wordt, dat ik ook echt op de hoogte ben. En nu durf ik ook wel zo te filmen, omdat het hier zo mooi is. Dat durfde ik vroeger dus niet. Daar liggen de papieren nog van de CGG, maar dat blijft privé. Daar wil ik jullie niet gestonen. En de nieuwe stoep wordt geleverd. Kijk maar, de nieuwe stoep wordt momenteel geleverd. Ja, daar. Ik zal eens even inzoomen. Ja, sorry voor het getril, maar jullie zien het. Ik ga proberen die hier zo op te leggen, ja. Dan zien jullie dat daar de stoep wordt geleverd. En waar ze nu zitten, dat is de Irislaan. De stengel gaat in de vrachtwagen. En dan wordt dat toegepitst en dan komt dat zo omhoog. En dan moet hij gewoon draaien. En dan gewoon het neerzetten terug op de grond. Voilà, staat nu op de grond. En dan laat hem dat terug los en dan kan hem de volgende reeks gaan pakken. Dat was de eerste palet van de stoepen wat er nu is geleverd. Maar ginder stond het er ook nog wel meer. Dan hebben jullie dit ook weer eens meegemaakt, hè? En nu nog mijn raam proberen toe te krijgen. Yes, het is weer al goed gelukt.
En nu ga ik nog heel eventjes rusten. En pak tot een uur of twee. Want ik heb echt niet goed geslapen deze nacht. Oh, en ik heb nog wat buikpijn. Dus ik ga nu even nog wat een dutje doen. Ik zie jullie allemaal straks weer. Ik hoorde muziek en dat was Petter Kawash. Ja, ik was zo aan het rondkijken. Ja, welkom in Heerlem in de Notte. Ik ben nu richting Genk aan het rijden. Om daar even wat Pokémon's gaan te vangen tot ik naar mijn oma moest, naar mijn moeder moet gaan. Voor in Nederland is dat oma. Of hoe zeggen jullie eigenlijk oma? Zijn er nog eigenlijk een bijnamen van oma? Laat het in de comments weten, want daar ben ik wel eens geïnteresseerd van. Ik ga nu naar het stadspark van Genk rijden. Daar proberen hopelijk een gratis parking zien te vinden. En dan ga ik daar even op Pokémonjacht. En ook gifts verzenden, noem maar op, naar mijn Pokémon vrienden. Misschien ook nog wat paar gymmetjes doen. Noem maar op. Ik heb dan Bea gaan halen en die bij haar mama al gaan afzetten. Want die, zij was dus naar haar woning gaan kijken, naar haar nieuwe woning. En ik moet zeggen, amai, daar wil ik wel ook gaan wonen. Dat ziet er mij wel een leuk plekje uit. Een heel leuk plekje. Alles is op gelijksvloers ook. Dus dat is ook weer al een toppunt, pluspunt. Ik hoop, dus even controleren, voilà. En dan, ja, ook kijken hoe je dat ook dan gaat doen qua gamen. Maar dan ga ik, als ik daar ga ook gaan wonen, ga ik sowieso zeggen voor een sterkere internetlijn aan te leggen. Ik ga daar in een basic lijn liggen, maar dan betaal ik wel het internetkosten en dan moeten we ook die kosten ook zien. Maar nu gaat zij eerst proberen alleen te wonen en dat vind ik echt heel mooi. Chapeau voor mijn schat dat zij dat aandurft. Het is ook een hele grote stap in haar leven. Dat is ook weer iets heel nieuws, bedoel ik. Ik zat ook aan de verkeerde kant te pinken. En dus ik wens haar heel veel succes in haar nieuwe woning binnenkort. Want ze heeft de sleutel al. Oh, ik wil niet in haar schoenen momenteel staan. Hoeveel zenuwen dat ze heeft, hoeveel zenuwen dat er door haar lichaam vloeit. Ik kan het niet inbeelden. Maar, oh. Vaccinatiecentrum met de fiets. Oh, dat staat hier zelfs al aangeduid van de ETS Arena. Mooi, mooi, mooi. Ja, met een auto kun je niet langs hier. Dan moet je een hele omweg doen. En hier zijn een Tesla. Hier al een elektrische auto gezien. Dat begin je ook wel meer en meer te zien op de straatbeelden. Zo de elektrische auto's. Toppie. Ik zit nog altijd met een diesel te rijden. Maar wie weet later dat ik dan een elektrische auto kan aanschaffen. En hier moet weer een auto kunnen in. De Kuiper Dwight. Amai, hier staat de politie bij de Aldi. Oei, oei, oei. Wat zal daar weer al gaande zijn? Ik weet het niet. Maar die politie had ik er juist moeten doorlaten. En hier twee vrachtwagens van Scania. Ook een onderdeel van BWL. Maar dan in Oudsbergen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. En nu op naar het stadspark. En op de stadspark doe ik ook sowieso de mondmasker aan, want ik wil niet besmet worden. Ik ga daar hoogstwaarschijnlijk ook even dan op een bankje en al zitten. Ik ga daar vertoeven tot
4 uur, dat ik toch om 4:15, 4:30 bij mijn oma ben, slash moeke. Dan weten jullie dat. Amai, zo'n gerush voor oven te steken. Dat ziet niet dat ik weer al kan remmen. Allee, opdrukjes. Maar ja, ik ga dus even op Pokémon jagen. Ik zie jullie zelfs allemaal terug. Ik ga ook een kleine slideshow doen. De Pokémon's waar ik vandaag dan heb gevangen. Dus Sabit in die stadspark. En als het kan ook filmen. Als ik een gym ga veroveren. Dan komt dat er ook nog wel erbij. En daar heeft mij net weer iemand toegevoegd. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ga nu nog verder concentreren op de baan. Ik zie jullie zelfs allemaal terug. Zo, tja. Stadspark in Genk aangekomen. Ga ik toch eens wat Pokémon's vangen voor jullie. Ook een mooie timeslapje daarvan maken. Kijken wat ik allemaal hier vang. Noem maar op, ik ga hier ook wat gyms veroveren. En ik ga u één ding zeggen, het is ook zalig buiten. Dus als je buiten kunt gaan, doe het dan ook gewoon. Wat ik heb gehoord deze weekend, het gaat echt bitter koud zijn. Even mijn broek optrekken. Allee. En ik heb mijn mondmasker aan, dus het kan niet veel veiliger zijn. Ik heb Pokémon niet achter. Zo, hier terug in mijn wagen aangekomen. Ik heb wat Pokémon's gevangen. Ik hoop dat jullie van de diashow hebben genoten. Ik heb er wel redelijk wat gevangen. Ook wat paar Team Rockets kunnen verslaan. Yes! En ook wat paar opdrachten kunnen vervullen. Yes! Maar nu asap naar Moeke toe. Ik weet nog altijd wat voor... zeg het, voor 5 uur bij haar, man. Goed, allez, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ja, mensen, er is een tijd van komen en gaan. En de tijd van gaan is aangebroken. Man. Ik heb dus ook nog heerlijk gegeten bij mijn moeke. En dan ben ik mijn schatje nog gaan halen. En dan hebben we hier... samen naar Enzo Knol gekeken. Naar familie gekeken. En The Voice, The Blind Auditions was dat zeker? The Voice van Vlaanderen. Ja, The Voice van Vlaanderen, The Blind Auditions zeker. Ja. Oké, The Blind Auditions. En ja, nu is het, eens even goed kijken, 22:55. Ik denk dat ik nog even ga tokkelen op mijn gsm en dat ik zo in slaap ga vallen. Want ik ben nog altijd klaar wakker. En mijn schat ligt echt bijna in dromenland. Ze ligt in dromenland. Mensen. Ah wel. Merci voor daar weer naar deze mooie, beautiful vlog te kijken. Want ik kom nu terug eindelijk naar buiten toe om ook daar wat beelden te maken. En al om het toch wat leuker te maken voor jullie. Dat toch niet altijd in de auto moet gebeuren, de autovlogs. En ja, dat zijn nog altijd de kanalen die ik allemaal volg. Stuk TV. Blijven hè, op YouTube. Spinning Records met mijn vinger daar, ja. En dan hebben we nog Kermis TV, maar die bestaat niet meer. Enzo Knol 1, Enzo Knol 2, Dimitri Vegas, Like Mike, Dus David, D, noem maar op. En These Games, Spooky 1611, toppie allemaal. Ik kijk er ook wel regelmatig naar, dus die hebben ook nog altijd wat kijkuren ook van mij. Maar nu ga ik echt de vlog beëindigen. Ik zie jullie allemaal morgen terug, fris en wel. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder gaan niet te abonneren. Abonneer. Gebeurt? Klik dan ook dan op het belletje. Dan blijven jullie ook nog beter op de hoogte wanneer dat ik een vlogje heb geüpload
of een andere video. Of als ik live is meegegaan. En dan nog iets. Een kleine een nieuwe update. Ik ben de LAN-party kalender terug in elkaar aan het steken op mijn website. www.psychotv.be. Die gaat binnenkort terug van start. Omwille van, er beginnen terug wat LAN-party-organisatoren terug die kriebels in hun buik te krijgen om toch al een datum vast te prikken. Hoe gevaarlijk dat het ook is. Zoals Pixelan, die moet zich al voor de vierde keer hun datum al verplaatsen. Naar welke datum, dat weet ik nog niet. Maar dat gaan nog wel LAN-parties zijn. Zoals CU-LAN. Die datum is wel al bekend. En die ging ergens in oktober door, dacht ik. En dan moeten jullie op de website gaan kijken. www.psychotv.be. Tot later en tot morgen.